Het lijkt erop dat Prinses Ariane zich op haar gemak voelt in Italië, waar ze zich even kan onttrekken aan het formele leven van het Nederlandse koningshuis. Beelden op TikTok onthullen een compleet andere kant van de prinses, een van een zorgeloze tiener die geniet van haar vrijheid en vriendschappen. Terwijl haar ouders druk zijn met koninklijke verplichtingen, laat Ariane zien dat ze ook gewoon een normale tiener is, met alle bijbehorende avonturen en plezier. In de video's die rondgaan, is Ariane te zien terwijl ze met vriendinnen op het podium staat, vrolijk een nummer uit Mamma Mia. Zingend. De jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima lijkt helemaal in haar element op het United World College Adriatic, waar ze opgaat voor het prestigieuze internationaal baccalaureaat. De school biedt niet alleen hoogstaand onderwijs, maar geeft haar ook de kans om haar liefde voor muziek verder te ontwikkelen. Maar niet iedereen ziet het enthousiasme van Ariane door een roze bril. Terwijl de prinses haar vrijheid viert, vragen critici zich af of het leven aan de andere kant van Europa wel zo geschikt is voor een koninklijke. Is dit een manier om onder haar koninklijke verplichtingen uit te komen? En hoe denkt Maxima over het losbandige leven van haar dochter, ver weg van paleis Noordeinde? Tijdens haar korte terugkeer naar Nederland voor Koningsdag in Emmen gaf Ariane een korte verklaring over haar tijd in Italië. Het is een heel mooie ervaring, liet ze weten, terwijl ze vlug toevoegde dat ze haar ouders wel mist. Een slimme zet om de geruchten te sussen, of gewoon een lichtmatige opmerking om de media tevreden te houden. Wat de reden ook is, het lijkt erop dat Ariane voorlopig haar eigen pad kiest, ver van de koninklijke spotlights.